In opdracht van de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis is door bureau Berenschot onderzoek gedaan naar stroomopwaarts. Het regionaal participatiebedrijf is in 2015 gestart door een bundeling van de sociale diensten en de sociale werkvoorzieningen van de drie waterweggemeenten. Bij de start in 2015 is afgesproken dat na een aantal jaar een evaluatie zou volgen. Hoe heeft stroomopwaarts het gedaan? En zijn er nog punten die verbeterd kunnen worden? ECD Curves, als jij nu op een verjaardag bent en mensen hebben nog nooit gehoord wat stroomopwaarts is, hoe zeg je dat in drie zinnen dan? Poeh, weet je. Stroomopwaarts is het participatiebedrijf. Wij helpen eigenlijk mensen die niet zelfstandig nu een inkomen verdienen aan in werk. En die we zo snel mogelijk begeleiden. Enerzijds met het wel bieden van een inkomen, want je hebt wel inkomen nodig om te wonen en te leven. Maar natuurlijk, de beste manier om aan inkomen te komen is werk. Dus mensen begeleiden naar werk. Voor sommige mensen doen we dat in huis, omdat dat de meest passende werkplek is. Daar hebben we net een filmpje een aantal voorbeelden van gezien. En voor de meeste mensen willen we dat natuurlijk graag bij de partners in de regio. Onder andere bij mijn buurman, waar we fantastisch mensen ook opleiden gezamenlijk voor die zorg. Ja, wat voor mensen melden zich dan bij jullie aan? Wat zijn dat voor? Ja, over het algemeen mensen die... Kijk, als je je baan verliest, dan hebben we in Nederland een WW-uitkering. Ja. Nou, het is toch een grote groep mensen die het niet lukt om vanuit die WW aan betaald werk te komen. Dus aan het einde van die WW... Door allerlei omstandigheden? Ja, nou, de arbeidsmarkt is nu natuurlijk aangetrokken. We hebben jarenlang een arbeidsmarkt gehad waar echt geen plek was voor mensen. Nee. En wat we natuurlijk wel door de jaren hebben gezien, hè, we hebben het net over afslagen missen gehad. Als mensen heel lang niet thuis zitten en op een gegeven moment heel vaak nul op het request krijgen, ja, die zijn echt wel het vertrouwen kwijt dat er nog iemand op hun zit te wachten. En die gaan een nieuw leven inrichten wat op dat moment voor hun klopt. Nou, ja. Als mensen bij ons komen, zijn ze vaak al 2 jaar inactief. En dan gaan wij ze vertellen, nou, wij hebben goed nieuws voor jou, wij gaan je nu helpen aan werk. Nou, dat zal mensen echt niet, dat kost even wel wat om over die drempel heen te komen, dat vertrouwen te krijgen. Maar vinden ze dat dan niet leuk of schrikken ze daarvan of nou, denken ze wat kijk, overkomt ik ben, ervan overtuigd dat iedereen die ik spreek, mensen willen uiteindelijk gewoon graag ergens bij horen, die willen betaald werk, die willen echt niet afhankelijk zijn van een organisatie zoals onze, hoe leuk we het ook zouden kunnen organiseren. Want iedereen wil zelfstandig en zelfredzaam zijn. Ja. Dus nee, er is niemand die juichend bij mij aan zijn loket komt en zegt... hé, hey, ik kom hier een uitkering aanvragen. Dat beeld hebben soms mensen. Hè? Nou, het zijn uitkeringstrekkers, er zijn liedjes over gemaakt vroeger. Hè? Dat mensen dat zogenaamd prettig vonden. Dat is gewoon niet waar. Nee. Maar mensen hebben wel deukjes opgelopen in hun leven en ze hebben keuzes gemaakt... in dat leven, waar wij misschien als weldenken mensen denken... hé, waarvoor doe je dat? Schuldig gemaakt, een dag iets te vaak te weinig naar zo'n kastje geluisterd... en misschien iets te vaak een borreltje genomen en daar problematisch drankgebruik. Jongeren die te weinig begeleiding vanuit huis hebben gekregen, verkeerde keuzes. Nou ja, en dat is een vrij grote groep. Hoe groot is die groep waar jullie mee werken? Nou, we hebben in onze drie gemeentes hebben te maken met een 9000 mensen die aanspraak maken op... Vlaardingen, Schiedam en Maassluis. Ja, op regelingen voor armoede. Dus dat zegt iets, hè. Dat er veel mensen die niet rond kunnen komen in onze gemeentes. Dus we staan ook echt wel in het lijstje van de top 5 waar we niet in willen staan als stad. We hebben een kleine 6000 mensen die een uitkering via ons ontvangen. En daar dus begeleiding op moeten krijgen naar werk. En daar is wel één groep waar ik me echt heel veel zorgen over maak. En dat is toch de groep jongeren. Dus het is natuurlijk eigenlijk ondenkbaar dat een jongere het al niet lukt om aan het werk te komen. Nou ja, we hebben in al onze wijsheid 5 jaar geleden bedacht dat we die sociale werkvoorzieningen niet meer nodig hadden. Want dat mensen dat allemaal gaan reguleren. Dat is ook een afslag, hè, waar iets mee gebeurd is. Ja, 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 zo thema handig. Van deze zaterdagochtend lijkt het. Ja. En dat reguleren aan het werk geholpen kon worden. En daar is een grote welwillendheid onder ondernemers, hoor. En zeker nu, hè, als er krapte is op de arbeidsmarkt, ontstaan er ook meer kansen voor een grotere doelgroep. Maar je moet natuurlijk niet het ene afbreken als het alternatief tot het neer is. Nee. En wij zien toch wel heel veel jongeren die het gewoon niet lukt. Maar waarom lukt dat dan niet? Ik bedoel, er is een kreet, mensen zeggen er is geen werk, nou er is natuurlijk wel werk. Ja. Maar de vraag is, hoe kom je daarbij? Waarom lukt het dat die jongeren dan niet? Ja. En dan heb ik niet eens jongeren met een beperking, maar gewoon reguliere jongeren. Ja.
Nou, kijk, jongeren die zich bij ons melden, dat zijn wel echt jongeren met heel veel problemen. Ja. Dus gelukkig gaat het over een algemeen, gaan ook niet alle bejaarden naar binnen hoeven. Hè. Die gaan gelukkig fit door het leven. Een waarde van 88, die kan nog prima meedoen naar jouw test. Er zijn gewoon jongeren die al, we hebben veel jongeren die tienermoeders. Nou, 16 jaar, al een kind, nou, dan ziet je leven er echt anders uit dan dat jij 16-jarige nog op een brommetje achterop meegaat naar feestjes. Jongeren met verslavingsproblematiek, jongeren met problematische schulden al. Gewoon in een gezin opgroeien waar net niet die begeleiding is, die je toch normaal gesproken wenst. Ja. En die komen dan bij ons terecht. Maar dat is een beetje, dat heet ook een beetje in terminologie, een beetje het granieten bestand waar jullie inmiddels vaak ook tegenaan lopen. Dat weet ik niet, want er komen er wel steeds bij. Want je hebt het over armoede, maar er zijn natuurlijk heel veel. Ik ken er heel veel van die clubjes die proberen achter voordeuren wat te doen. Ja. Ook voedselbanken en de organisatie Spring Foundation en zo. Ja, als je naar die mensen luistert, die komen achter voordeuren. En daar zit dan vaak een moeder met vier kinderen van vier verschillende vaders. Ja. Geen plek in huis die de mogelijkheid biedt om huiswerk te maken. En geen schoenen, geen jas en geen niks. Ja, ik bedoel, wij hebben allemaal, zoals we hier aan tafel zitten, een opvoeding gehad waarin we een aantal normale dingen meekregen. Ja. Maar als je dat niet meekrijgt, dan loop je me daar een achterstand op. Zeker. Dat is verschrikkelijk. Dus dat is niet meer bij te benen is. Dus nee, ook, hè? Want waar jij op doelt, dat is zeg maar die groep die vastzit en die nooit. Maar hij wordt het zorgen. Kijk, als dat zo was, lost het probleem zich op een gegeven moment op. Ja. Maar nee, de armoede zorgt voor een hele nieuwe stromen. Altijd even onder. Ja, en daar is Schiedam natuurlijk toch, laten we zeggen, in dat lijstje. De hele regio. Ja. Schiedam en Vlaarding eigenlijk het meest, maar Sluis iets minder. Ja. Maar als je die verhalen hoort van mensen die dat, dan denk je van daar kun je zo'n lijstje van maken, waar of niet waar. En dan gok je de helft goed. Die verhalen die je dan hoort. Ja. Ik ga even tot naar deze. Jullie zijn gaan samenwerken, Vlaardingen, Schiedam, Sluis. Op een gegeven moment is het bureau Berenschot. Dat is altijd een beetje spannend van als opeens zo'n bureau komt. Maar er werd gezegd, er moet een onafhankelijk onderzoek komen. Ook rapportages aan de diverse raden. Ja. En als je dat rapport leest, ik heb het niet helemaal gelezen. Maar wel voor een maar wel voor een belangrijk deel. En dan ziet dat er op zich wel voor jullie positief uit. Ja. Maar. He, want jullie doen je naam eer aan, wordt er gezegd. Ja. Het is stroomopwaarts, crescendo, steeds vooruit. Maar er zijn nog wel verbeterpunten. Zeker. Wat zijn die verbeterpunten? Want dat is ook wel wat de kritiek wel eens op jullie is. Van, het zijn meestal alleen maar halleluja-verhalen die ze naar buiten brengen. Oh, het is wel grappig dat mensen dat zo zien. Misschien, zei laatst ook iemand, jij bent altijd optimistisch. Nou, volgens mij moet je ook erg optimistisch zijn in dit werk. Ja. En misschien straal ik daardoor uit dat we altijd positief zijn. Maar dat neemt niet weg dat ik best heel veel zorgen heb. Hè. En wat ik net zei, ik vind echt de groep mensen die een beroep doen op onze voorzieningen. De vragen die ze hebben, die zijn wel echt veel groter. Dat lees je ook uit het rapport. Hè. Het is echt een compliment aan de drie steden dat zij 5 jaar geleden, of eigenlijk 5,5 jaar geleden, het besluit hebben durven nemen voor zo'n grote fusie. Hè. Ik was er niet bij. Jullie hebben mij daar uiteindelijk bij cadeau gekregen. Dat was echt een enorm slim besluit. Hè. Dat blijkt ook uit dit rapport. Afspraak was toen ook, na 4 jaar doen we dit onderzoek. Want dan willen we wel eens weten, heeft dat nou opgeleverd wat we dachten? Maar dat realiseert zich denk ik niemand in deze stad. Deze fusie is nog nergens in ons land plaatsgevonden. We doen mee aan een onderzoek van Milaan, Barcelona en Schiedam. Wat is dat met die stad? Ja. Maar dit is ook echt uniek. Er is nog nergens in het land een fusie gelijktijdig van 3 sociale diensten en 3 sociale werkvoorzieningen gedaan. En wel vanuit de filosofie, we hebben hier een hele grote opgave voor mensen die extra ondersteuning nodig hebben. Dus laten we alsjeblieft zorgen dat datgene wat we nodig hebben om die mensen te ondersteunen, zoals die werkbedrijven, laten we die overeind houden. Dus ook al komt de nieuwe wet er, wij zorgen dat die infrastructuur er is. Dat is echt een compliment waard. Wij zijn daar maar invulling aan gaan geven. En dan is het prettig om te zien dat het heeft gewerkt. Hè? Ja. En natuurlijk
Als ze dan naar het rapport kijkt, dan zeggen ze, ja, alle resultaten, er zijn meer mensen aan het werk geholpen. We hebben een grotere groep kinderen kunnen bereiken die in armoede opgroeien. Daar ben ik echt blij mee. We hebben inmiddels 80% van de kinderen waarvan wij statistisch weten dat ze in armoede opgroeien, bereiken. We willen natuurlijk 100%, maar in ieder geval 80% is een enorme score. Daarmee vergroten we de kans dat ze actief mee kunnen doen en dat ze niet een achterstand oplopen vanwege het feit dat ze in dat gezin opgroeien. Dat is ook echt doordat we heel veel ketenpartners hebben, zowel met WoonPlus als met de Frankenland, met ondernemers die ons echt helpen, want dit kunnen wij niet als organisatie alleen. Nou, de zorgen die in dit rapport staan is wel, ja jongens, de groep waar je nu nog, die nu nog binnen zit en die zich nu meldt, die groep met grotere problemen, die wordt alleen maar groter. Ja. En ook de vragen die ze hebben. Maar heeft het nou echt meer banen opgeleverd? Hè? Er zijn ook onderzoeken daarna gedaan. Zet het zoden aan de dijk. Ja. Nou, het heeft een, kijk, waar ik één heel blij mee was, is dat het inzichtelijk maakt dat de mensen die afhankelijk zijn van ons, omdat ze aangepast werk nodig hebben, dat zij mooier werk zijn kunnen gaan doen. Hè? Dus doordat we dat volume hebben, zijn we een betere opdracht geven voor bedrijven. Hè. Dus er zijn meer opdrachten bij ons terechtgekomen. Leukere opdrachten. Dus onze mensen die zijn echt gaan opbloeien, hebben mooier werk kunnen gaan doen. En ook nog een betere omzet gedraaid. Dat is voor de portemonnee toch wel fijn. Dus dat is één. Dat hadden de gemeentes alleen niet kunnen realiseren. En we hebben natuurlijk een veel grotere groep echt naar werk kunnen begeleiden. En dat laatste is belangrijk. Waar wij zeggen, ja, inkomen, het is fijn dat we uitkeringen kennen in ons land. Maar een uitkering en werk is echt zoveel meer dan alleen een inkomen. Ja. We hebben er volgens mij 15 of 20 in samenwerking. Ja. Dat zijn echt zo dankbare. Weet je, dus ik herken dat enorm. Dus als men eenmaal heel lang uit de roulatie is, is het enorm moeilijk om weer in een nieuw ritme te komen. Ja. Maar die mensen verlangen net zoals wij allemaal naar ergens bij horen, meedoen. Ja. Lijkt dat is fantastisch. Het rapporten nu, hè? De waarde van werk. Hè? Er is nu een rapport van de WRR, hè? En van de commissie Borslab. Overal staat, werk is echt veel meer dan een inkomen. Dat is dat we gezien worden, ontplooien. Ja. En jij managt dat bedrijf natuurlijk. Ja. Er wordt ook wel eens weer chagrijnig opmerkingen gemaakt van het gaat toch vooral om wat er onderaan de streep staat en het netto resultaat. Ja. En wat minder ruimte voor de menselijke maat. Ja. Word je daar chagrijnig van als je dat leest in de krant? Nee, ik vind het ook een terechte opmerking, want dat lees je eigenlijk ook in het rapport. Hè. Dus sturing op financiën, en het is logisch dat de raden en de colleges scherp zijn op die financiën, hè? Want het Rijk heeft natuurlijk enorm bezuinigd. En dat doet een enorme grote aanslag op de gemeentelijke begroting. Hè? Zodra de gemeentes hebben afgerekend met mijn organisatie en met RogPlus, dan is een behoorlijke bedrag minder over op die begroting om nog andere dingen te doen in je stad. Dus dat er kritisch gekeken wordt naar onze financiën. Maar laten we wel zijn, kijk, het Rijk heeft de gemeentes gezegd, u kunt dat beter organiseren. Ja. Dat klopt ook, wij kunnen dat beter. Maar dat ze daar maar meteen gemakshalve ongeveer de bedragen tot een derde hebben gehaald. Dat doen ze altijd, hè? Als ze iets decentraliseren. En dat is natuurlijk echt onzin. Dat is wensdenken gebleken uit alle rapporten uit de participatiewet blijkt. Dat gemeentes een opgave hebben gekregen die niet te doen was. Ja. Ik hoop dat met deze uitkomsten van deze rapporten het Rijk ook zegt, ja, beste gemeentes, we gaan toch maar weer eens opnieuw naar die middelen kijken. Want als je het rapport goed leest, kijk, als je druk zet op geld, dan ga je natuurlijk toch dingen harmoniseren, ga je dingen in processen inregelen en minder maatwerk leveren, want dat gaat toch allemaal. Dus als we allemaal hetzelfde proces doen, is goedkoper dan dat we individueel maatwerk leveren. Dat doet niet recht aan al die mensen die in een kwetsbare positie zitten, die een beroep op ons doen. Maar het doet ook geen recht aan mijn medewerkers. En dat laatste, dat blijkt ook een beetje uit dit rapport. We hebben behoorlijk veel gevraagd van de medewerkers. Dat is een enorme druk. Werkdruk, hè, is een van de... Werkdruk is enorm hoog. Wat een probleem, Spiri? Nou ja, loyale medewerkers, dat is in de overheidssector, in de zorg. Zeker. Hè, bedoel, de beelden van de ambtenaren die om 4 uur naar huis zijn. Ik heb nog nergens mensen zo hard zien werken als in een ambtelijke omgeving. En die mensen die zijn dit werk echt gaan doen, omdat ze er overtuigd van zijn dat vanuit hun hart. Ja. Want anders doe je dit werk niet. Ja.
Dus dat doet me wel eens pijn. Als ik lees dat mensen dan over ons negatief, denk ik, jeetje, kom eens kijken. Ja. Nou, even nog een vraag. Ja. Hè, want jullie werken ook heel veel met jongeren met een beperking. Ook, ja. Of mensen met een beperking. Ik hoor ook uit betrouwbare bron dat daar op een gegeven moment het werk opdroogt. En mensen ander werk moeten gaan doen. Ja. Dat wordt ook een beetje, wordt dan gezegd van, ja, dat wordt dan even gedaan. Maar die mensen die hebben last met die veranderingen. Hoe gaan jullie met dat soort vraagstuk een probleem om? Ja, nou, ik denk dat daar diep respect voor de werkleiders die dat soort processen begeleiden. Hè? Want ja. We veranderen allemaal niet graag. Nou, ja. Voor mensen met een verstandelijke beperking of een psychische beperking, ja, helemaal, is een verandering heel heftig. Dus dat bereiden we heel goed voor. Soms, maar we zeggen wel, de verandering gaat door. Hè? Dus ja. De duidelijkheid geldt voor iedereen. Hè? Dat, en dat vinden mensen ook prettig. Maar we houden een aantal dingen stabiel. Hè? Dat is ook bij zo'n verbouwen wat ik net lees. Dus dat mensen bijvoorbeeld in hetzelfde groepje blijven. Dus dat er een aantal factoren in ieder geval gelijk blijven. Ja. Dus we hebben één afdeling gesloten en die hele afdeling is in zijn geheel verplaatst naar een andere werksoort. Hè? Dus met dezelfde werkleider. Dus zo zijn er in ieder geval een aantal herkenningspunten. Hè? Dus gemeentehuis Vlaardingen heeft op een gegeven moment gezegd, wij willen ons gemeentehuis laten schoonmaken door mensen uit jullie organisatie. Nou, dat hele team is daar naartoe gegaan. Ze hebben die opleiding gekregen. Ouders en begeleiders betrekken we er ook even in. We maken daar ook een feestmomentje van met gebak. Hè, wat we vandaag nog missen. Niet hebben. Ja. Daar zit heel veel structuur achter om te zorgen dat je dat op een geleidelijke manier doet. En natuurlijk valt er wel eens iemand door het ijs die zegt, nou dit... En dan is het prettig dat je onze organisatie hebt, want dat vangnet is er altijd. Ja. Even, nog een ander punt. Stoomopvaart zit natuurlijk nu in Schiedam, voornamelijk. Ja. Jullie gaan verhuizen naar Vlaardingen? Ja, dat is wel mooi dat dat in de krant staat. Nou, je dan vraag je het ook. Nee, we gaan beslissen. Is het zo? Nee, we gaan niet verhuizen. Kijk, we hebben een aantal dingen gezegd. We vinden een aantal dingen belangrijk. En dat is, we hebben nu 7 locaties. En uit het gevolg blijkt dat dat niet altijd efficiënt is. Nee, nou, dat snap ik. Kan ik bevestigen. Ja. En dat je eens een keer moet gaan kijken naar die huisvesting, dat wisten we ook. Ja. We hebben in elke stad, en dat vinden we ook heel belangrijk, voor een werkbedrijflocatie. Waar mensen werken met een relatief lagere mobiliteit, namelijk de mensen met een arbeidsbeperking. Maar wat nog veel belangrijker is, die bedrijven hebben een enorme sterke lokale binding met de ondernemers. Hè? Onze locatie noem ik altijd maar een nevenlocatie van Nolet, of Nolet een nevenlocatie van Stroomopwaarts. Dus dat is een hele grote groep die een aantal maanden vanuit ons verhuist naar de locatie van Nolet om daar een mooi impactwerk te doen. Ik zou natuurlijk gek zijn als ik die dynamiek van dat bedrijventerrein en het werk wat we daaruit halen en het plezier en die mooie locatie waar we werk verrichten, als ik die zou willen sluiten. Ja. Dus het gaat met name om de dienstverlening die toch in de back-office gebeurt. Al mijn administratieve processen om uitkering te verstrekken. De juristen die daar een rol in hebben. De werkbegeleidingsprocessen die op de reïntegratie gericht zijn, daar kunnen we wel winst boeken. Dus dat ga je wel zetten. En daarvan zou het een hele grote wens zijn, zeker van mijn medewerkers en ook van mij, dat we daar een mooie centrale locatie van kunnen maken. Maar wij blijven altijd in onze 3 steden, want dat zou ook echt bizar zijn als we nogmaals die werkbedrijven niet zouden handhaven zoals ze nu zijn. Dank zover voor je verhaal. Dank jullie allemaal voor je verhaal. Voor mij hebben we een deel van de problemen in Nederland opgelost. In ieder geval de intentie uitgesproken. Ja. Je ziet tussen luisteren en dan is klaar. Ja. De herhaling is de kracht van de reclame, zijn we altijd. Dank voor jullie aanwezigheid.